We gaan hier wat interactieve en animatie toepassen op een reeks plaatjes. Als we deze toepassing hier bekijken, dan kunnen we bijvoorbeeld op de interactief knop drukken. En dan zal afhankelijk van de positie van onze muis in deze x-richting, zal er een andere afbeelding komen te staan. Ter illustratie zie je ook hierboven welke afbeelding er dan getoond wordt. En we hebben dan zo te maken tot 30 afbeeldingen en dan is die weer stil. Je kan ook natuurlijk gaan kijken naar als een reeks afbeeldingen getoond wordt, of dat ook automatisch naar elkaar kan worden afgespeeld. En daar kan je, als je dus dat nog goed onder de knie wil krijgen of hebben, ook natuurlijk in staat moet je kunnen zijn om die afbeeldingverandering te laten vertragen. He, dus we hebben een hele trage of een hele snelle manier van het weergeven van verschillende plaatjes. En het een en ander moet ook kunnen worden gestopt natuurlijk. Als we eventjes kijken naar de bronversie, dan hebben we natuurlijk te maken met een wrapper. Die zorgt dat de hele zaak in het midden staat. En daarin zit een header en daarin zit een frame of iets dergelijks. En daarin zitten dan een heleboel verschillende afbeeldingen die een ID hebben en die dan dus naar elkaar getoond zouden kunnen worden. Als we de reeks van afbeeldingen kijken, dan kun je natuurlijk werken met de afbeeldingen die we dus nu hier hebben. En je kunt ze dan dus zo één voor één plaatsen. En ze worden dus allemaal op de pagina geplaatst. Je kunt ook een heel andere reeks van afbeeldingen vinden. Bijvoorbeeld, ik heb hier een leerling Niek, die bijvoorbeeld deze afbeeldingen heeft. En op die manier kun je dan door het hele reeks heen wandelen en als toeschouwer van alle kanten bekijken. Dat zullen we gaan proberen te maken.